Zaterdag zijn 15 kanoers vanaf het stadhuis van start gegaan voor een grensoverschrijdende Euregio Kano Rally van Almelo naar Nothorn. Sinds oktober 2007 is de stichting Euregio Kano Rally actief met het doel om kanoën in het prachtige grensgebied tussen Twente en Duitsland te promoten. Vanaf de havenkom via de Sluiskade en het Almelo-Nothornkanaal richting onze oosterburen.